Gemeente Nijmegen maakt vanavond een enorme hoeveelheid informatie over het dossier Hulkman openbaar. Dit zogenaamde feitenrelaas is samengesteld op verzoek van de gemeenteraad. Die wil weten waar de 21 miljoen euro is gebleven waar het slachthuis een verhuizing naar Haps mee moest realiseren. Of de informatie voldoende is voor de raad zal op 2 november blijken. Dan vergadert de raad over het hoofdpijndossier. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.